Welkom bij Leo Middelzee met vandaag in het nieuws Henk Angenent over de volgende Elfstedentocht, Jane op bezoek bij sigarenboer op de Schrans en daarna Cambuur TV. Komt hij nog? Nou, ik ben ervan overtuigd van wel dat hij binnen nu en jaren 5 absoluut een keer komt. De cycli geeft altijd aan, zeg maar de jaren 12, 13. Nou ja, 2010, 2012 hebben we echt twee goede winters gehad met daartussen ook nog een aantal redelijke winters. Dus ja, ik ga ervan uit dat we de komende paar jaren gewoon ook weer een pakketje winters gaan krijgen. En ja, er zal er toch alleen bij zijn die streng genoeg is om een rondje Friesland te doen. Henk Angenent kwam donderdag langs in de Elfstedenhal om te schaatsen met het bedrijf LaboClean. De laatste Elfstedentochtwinner kijkt nog altijd uit naar de volgende en let dus altijd op nieuw talent. Nou, wel een heel groot gedeelte. Kijk, uiteindelijk heb ik wel mijn leven, wat ik nu leid, voor het grootste gedeelte daaraan te danken. Maar ik ben hoofdzakelijk met de paarden bezig en ik doe zijdelings nog wat met spruiten en met aardappels. Nog wat landbouw, zeg maar. En ik geef inderdaad regelmatig clinics, lezingen, dat soort dingen. Ja. We hadden vanochtend een vergadering met alleen maar mensen van onder de 20. Ik vroeg wie is Henk Angenent en niemand wist het meer. Dat zegt wel wat. Ja, dat geeft al aan hoe lang het geleden is. En dat is natuurlijk ontzettend jammer, maar ja, dat is wel de realiteit. Maar nu eerst even een groepje mensen lesgeven in het schaatsen. En dan kijken of daar nog een tussen zit. Misschien zijn deze net iets te oud, maar misschien dat er nog nieuw talent tussen zit. Ja, dat hoop ik. Maar in ieder geval proberen om ze wat bij te brengen. En er zullen best wel een grote groep zijn die hier lid zijn. Ja, en dan hoop ik dat ze, als ze nou over 3 of 4 of misschien wel deze winter schaatsen, dat ze zeggen, ja, we hebben toch wat gehad in de tips van Henk. En daar hebben we wat makkelijker of misschien wel gehaald. Ja, dan blijft je invloed op de Elfstedentocht dus altijd bestaan. Ja, dat denk ik wel. En, ik zal er nooit zonder kunnen. En ik zal er ook altijd aan verbonden blijven. En dat weet je. En dat is ook helemaal niet erg. Daar moet je van genieten. En dat is mijn leven. En ja, ik vind het gewoon heel mooi. En ik kom graag in Friesland. En ja, ik hoop alleen wat ik met zo heel veel anderen. Ik wil hem gewoon heel graag nog een keer schaatsen. En dat hoop ik echt. En wie gaat dan je opvolger worden? Oh, dat vind ik zo moeilijk. Ik sta er wel eens een aantal keer langs de baan. Maar ik denk dat er tegen die tijd nog zoveel gebeurt. Qua natuurreis op Nederland. En de schaatswereld is natuurlijk zo veranderd. Dus ja, dat wordt best wel een dingetje. En ja, ik kan je 10 namen geven, maar het kan wel een 11e zijn die wint. Wauw, wat nostalgisch. Het is net of oude tijden herleven. Wat een prachtig winkeltje. Hé, hey, een hele goede morgen. Goedemorgen, Evert. Jane Rose. Welkom in de winkel. U ook een hele goede morgen. Peter van de Kamp, hallo. Ik had heel graag even met u willen praten. Ja. Dat kan. Ik zou zeggen van, wat ik had begrepen, u bent de eigenaar van de winkel. Ja, klopt. Ja, al 26 jaar onderhand. Ja, want u bent eigenlijk wel een echte leeuwvader, want u bent begonnen onder de luifel. Ik ben een razechte leeuwvader, dat klopt inderdaad, ja. Ja, ik heb meerdere adressen gewerkt als kok natuurlijk, maar onder de luifel was mijn laatste adres inderdaad. 93, 1 maart 93 gestopt en hier begonnen. Ja, want toen hebt u de kans gekregen om deze winkel over te nemen. Ja, ja klopt, ja. Ja, toen was het nog allemaal kleiner, de winkel was kleiner, hier zat nog een bandje. Ja, het werd drukker en meer artikelen erbij genomen. Dus uitgebreid. Een stukje privé hebben we nu niet meer. Magazijn hebben we even niet meer, dus dat is een beetje jammer. Maar voor de rest, nooit geen spijt van gehad. Nee. Kijk, en het hele bijzondere is dat deze winkel verkoopt de allermeest winnende staatsloten van heel Noord-Nederland. Hoor dat goed. Dus wat dat betreft, je hebt wat daar heel veel succes. Ja, dat gaat goed. Ja, met de prijzen en qua verkoop ook. Wij verkopen onderhand de meeste loten van het noorden van Nederland. Ja, de lijn Alkmaar, Zwolle, alles daarboven. Zijn we de nummer 1. Ja. Ja. En hoe vaak is er al een prijs gevallen op een lot wat jij hebt verkocht vanuit deze winkel? Oh joh, dat houden we niet meer bij. De prijzen boven de 1000, dat gaan we nog een beetje aandacht aan geven. Maar daaronder, dat is niet bij te houden. Vorig jaar hebben we gewoon 3 hele mooie prijzen. Twee van een ton en 1 van 10.000. Dus vorig jaar was een topjaar, ja. Dus wat dat betreft, het ligt er ook niet om? Dat ligt er niet om, nee. En voor de klant is het natuurlijk helemaal fantastisch, ja. Ja. Die laatste was een groepje van 6 mannen, dus dat was wel heel erg leuk. Je hebt de winkel overgenomen in 1992, als ik het goed heb begrepen, of niet? 93. 1 maart 93, ja. En van wie hebt u dat toen overgenomen? Toen de heer en mevrouw Broersma zaten erin.
uit Verhuisterveen. En daarvoor was het een De Haan en Haantjes, een Tamminga. Rond 1930 zo'n beetje is het een sigarenwinkel geworden. Is het altijd je jongensdroom geweest om zo'n zaak over te nemen? Of zeg je van nou, ik ben er eigenlijk met toeval ingerold? Dat laatste, met toeval ingerold, ja. Ja, mijn toenmalige vriendin die werkte hier. En die kon een andere baan krijgen voor meer uren. Dus die nam hier ontslag. En nou ja, toen zeiden zij van, dan stoppen wij ermee. Dus daar kwam zij mee thuis. En horeca, weet je zelf wel, lange dagen, weinig verdienen en weinig thuis. Dus ja, als het dan toch moet, dan maar voor mezelf. Dus heb de gok genomen. Jij hebt dus binnen het staatsslot verkocht en daar is een miljoen opgevallen. Wanneer heeft dat plaatsgevonden? Dat was in de zomer van 2015. Dat was op een vijfde staatsslot. Prijs van 1 miljoen. Dus de man die kreeg 3 dagen later 2 ton op zijn rekening. Ongelooflijk, of niet? En hoe komen ze nou bij jou in de winkel? Deze meneer die wist het niet. Hij had hem gereserveerd. Hij had gebeld van, kunnen jullie alsjeblieft voor mij een straatje achteruit leggen? En dat hebben we gedaan. En de volgende dag kwam hij het ophalen en daar zat hij op. Hey, een hele goedemorgen. Goedemorgen. Een hele bekende Leeuwarden. Vertel, wie ben je? En ik ben een bekende Leeuwarden. Nou, ik ben Ricky, hè? Ja. Nou, ik denk dat toch iedere Leeuwarden jou kent? Nou ja, dat weet ik niet. Dat zou kunnen. En kom jij vaak hier iets halen? Wat zullen we doen? 5 keer in de week? Ja, zoiets wel. Ja, leuk loopje. Ik woon hier vlak naast, dus niet zo moeilijk. En hoe vind je dat het personeel met je omgaat? Ik zeg altijd maar zo, 2 hele blije mannen. Ik zie het niet als personeel. Het is een beetje vrienden. Nou, ja, toch niet. Ja, winkelvrienden, laten we het zo maar noemen. Niet of niet? Ja, ja. Ja, het levert weinig op. Ja, alleen de smaak. Nee, gaat prima. Oké, nou, hartstikke bedankt. Nou, ik heb het al gezegd toen ik hier binnenkwam. Het is hier heel nostalgisch. Het is net of oude tijden herleven. Geweldig. Alleen de maatschappij, tenminste onze politieke maatschappij, die wil het laten verdwijnen. Ik hoop niet dat dat gebeurt. Want dan ben dit soort jongens ook naar de Filistijnen. Dat mogen we niet hebben, toch wel? Wij hebben een bezoek gebracht aan de sigaretten- en sigaren-speciaalzaak Peter van der Kamp. En zelfs als het vriest in de winter, staat hier de deur voor u open. Cambuur bij Leon Middelzee wordt mede mogelijk gemaakt door Brandsma, koffie, thee en apparatuur, Balans, onafhankelijke financiële dienstverlening, Energieinspectie Friesland, verduurzaamd vastgoed en Bier en Ballen voor ondernemers die met de factor fund zaken doen met elkaar. Trotse supporters van SC Cambuur. Welkom bij Cambuur TV bij Leo Middelzee. Vrijdagavond speelt Cambuur, morgen dus, tegen Roda JC uit Kerkrade. En Cambuur is gebrand op een overwinning. Er werd gelijk gespeeld bij Jong Utrecht en gelijk gespeeld thuis tegen NEC 0-0. Roda, dat is een aparte ploeg. Mauricio de la Vega, voorzitter, letterlijk weggejaagd door de eigen supporters daar. Maar sindsdien gaat Roda best lekker. Laatste 6 wedstrijden, 12 punten en ongeslagen. En we gingen het eventjes over deze tegenstander hebben. Roda met trainer Henk de Jong. Roda is een hele lastige tegenstander, hè. En zet het goed dicht. Ja, eigenlijk een ploeg als vorige week, hè. NEC, zet het ook heel goed neer. Kwamen er gevaarlijk uit. Dus het kan zomaar zo'n wedstrijd weer worden. Ik weet niet wat ze morgen doen. Misschien speelt ik volop aanval, ik weet het niet hoor. Maar wij moeten ons er tegen wapenen. En ja, dan moeten we zien dat we deze wedstrijd winnen. Dit is wel een mooi kantelpunt. En we gaan vroeg vertrekken, heb ik begrepen. Hè? Ja, we kunnen nu ook toestemming van de directie om de wedstrijd anders te benaderen. Ah, daar zijn we heel blij mee. Ik snapte dat ander ook hoor, want het gaat hem kosten. Dus nee, maar dat vind ik echt mooi en daar ben ik blij om. Dus we kunnen morgen vroeg mooi weg. Tegen Goes hebben jullie dat natuurlijk ook al gedaan. Dat is goed bevallen toen? Ja, was top. Ik heb veel meer rust, hè, want ja, dan zit je 4 uur in een bus of nog langer en dan zit je in files. Ja, dat moet je eigenlijk niet willen. En dat is ook niet zeuren, maar dat wist ik van tevoren. Hè, maar daar heb je wel mee te maken. Maar als je gaat zelf maar eens 4 uur ergens in zitten en dan moet je daarna een stukje hardlopen. Dat is ook wel lastig. Dus niet zeuren, dat hoort erbij. Dat geldt voor ons dan. Maar dit is wel lekkerder. Dus mooi. Ja, wat ik mooi vind is dat er ook vaak andere jongens in moeten vallen. En het dan ook vaak goed doen in het team. Iedereen hoort erbij wat dat betreft. Is dat ook een kracht van dit Cambuur? Nou maar ja, dat is altijd belangrijk. Dat beginnen wij voor het seizoen al. En dan vraag ik eerst wie mag niet gewisseld worden. Nou, dan durft niemand zijn hand opsteken, dus iedereen mag. Maar verwachten we ook dat die echt gas geven. En dan ook gesteund worden door de basis zelf. Of de basis 10-11.
Met de keepers natuurlijk de keepers. Hè. Maar en als je dat voorlijke krijgt, dan doen ze ook altijd mee. En als je dan ingooit, alleen ze moeten wel een goede warming up maken. Die hartslag moet omhoog, daar zijn ze ook nu mee bezig. Ja, dan zijn de wissels, de bank, bepaalt eigenlijk het succes. We gaan het met Mitchel Paulussen hebben over zijn oude club Roda JC. Hij is een echte Limburger. En we gaan het ook hebben over zijn speeltijd hier in Leeuwarden. Ja, wat je zegt, ik ben natuurlijk gekomen te spelen. En als je niet speelt, dan is dat wel wat minder natuurlijk. Maar ja, kijk, de sfeer en de club, dat bevalt zo goed dat dat eigenlijk wel veel goed maakt, zeg maar. En ja, dat ik ook wel gewoon, ja, dat we gewoon nu echt, ik voel dat het een echt team. En daar wil ik ook gewoon onderdeel van uitmaken. En ja, zodra ik een kans krijg, dan moet ik ook gewoon zelf laten zien dat ik die moet pakken. Dus ja, het is een beetje dubbel. Het is niet leuk als je niet speelt, maar alles eromheen maakt het wel wat draaglijker, zeg maar. Ja. Heb je nou ook zoiets van, goh, ik ga nog harder werken voor mezelf en ik doe nog meer mijn best? Ja, tuurlijk. Je moet, kijk, er is ook een reden natuurlijk dat je niet speelt. Dus je zult ook wat dingen moeten veranderen. Dus gewoon extra hard trainen of harder trainen. Dus dat doe ik wel, ja. Heb je nog contact gehad met de jongens van Roda over de wedstrijd van morgen? Ja, zeker wel. Dus deze week zijn de appjes een beetje begonnen. Ik heb wel over het algemeen wel vaker contact met de jongens, maar nu wat meer om we natuurlijk mochten in elkaar spelen. En dus een beetje uitgevraagd van wat ze van plan zijn. En dus dat zit allemaal wel goed. En wat zijn ze van plan? Of wilden ze daar niks over kwijt? Ja, niet te veel, maar we hebben ook natuurlijk zelf beelden gezien. En dat was ook het nodige te zien wat. Waar wij wel iets van mee kunnen, zeg maar. En ik denk niet dat hun veel gekke dingen doen. Dus aan ons gewoon de taak om ook de dingen te doen die we eigenlijk het hele jaar al doen. Dit was het Cambuur TV bij Leo Middelzee voor deze week. Vrijdagavond, morgen dus, speelt Cambuur in Kerkrade tegen Roda JC. Waar live verslag zal worden gedaan op de radio door Yannick Masson en onder andere mij, Tom Westerveen. Volgende week zijn we er weer. Dan speelt Cambuur op zondag tegen Almere City.